Van de ja, meen je, 40, joh. We vaker opgestaan in. Wat heeft dat paard dan gekregen van Stichting Het Veurbroek? Ja. Nou, we hebben dit paard voorzien van een compleet nieuw paardentuig van topkwaliteit leer, waarmee ze heel veel jaren vooruit kunnen. Ik moet zeggen, het ziet er fantastisch uit. Erg mooi. Dit is nog aangevraagd in de tijd dat Henny Nijhuis nog leefde. En die had nogal wat zorg om de kinderboerderij. Dus ja, eigenlijk zou het fijn zijn geweest als hij er nog bij was, maar helaas. De Stichting Veurbroek is opgericht in de tijd als voorloper op het wijkcentrum. Daar hebben we jarenlang naar allerlei activiteiten georganiseerd. Helaas heeft de gemeente besloten dat het verstandig was om met de agres in zee te gaan. En toen bleven wij achter met nog een bedrag op de bank. En dat bedrag was in de wijk verdiend. En wij vonden dat we dat in de wijk moesten uitgeven aan activiteiten waar de wijk profijt van heeft. En vooral Henny Nijhuis was daar een enorme promotor van. En die heeft heel veel zaken naar voren gebracht. Nou, dit is er één van. Dus we staan hier nu geld uit te geven wat in het wijkcentrum verdiend is. Ter voorliggende wijk. Nou, heeft de Stichting Veurbroek nog meer geld in kas? Er is nog wel wat, ja. Dus het is geen heel groot bedrag meer. We kunnen nog wel een aantal activiteiten in de wijk sponsoren, ja. Ja. We hebben onder andere een vaatwasmachine gegeven aan de bewonersvereniging van de Beekrede. Dus die flatgebouwen hierachter, die appartementen hierachter. We hebben de club voorzien van subsidies voor een aantal activiteiten die zij gedaan hebben. We hebben het Beeklust, de stadsboerderij, al eerder voorzien van staattafels en stoelen om in de zomer de mensen een drankje te kunnen serveren. En nou goed, er zullen nog wel weer wat aanvragen binnenkomen, neem ik aan. En er is nog een compleet bestuur? We zijn nu nog met z'n drieën. En dat is genoeg, want we hoeven in feite alleen maar geld te beheren, te kijken wat er binnenkomt aan aanvragen. En als dat voldoet aan dat het feit in de wijk gebeurt en dat het voor de wijk is. En dat er bij voorkeur ook van nou wijkbewoners bij betrokken zijn. Ja, dan hebben ze een aardige kans.